Dit is de Killer Bee Sunshine Q2. De Sunshine Q2 is een brommobiel, oftewel bromauto. Deze 45 km per uur mini-auto beschikt net als een normale auto over vier wielen en een rondstuur. De Killer Bee bromauto beschikt over 12 inch sportvelgen en rondom remschijven. Het remsysteem wordt hydraulisch bediend, waardoor je met minimale krachtinspanning de remmen zeer krachtig kunt bedienen. Net als een auto is de remweg zeer kort. De Killer Bee Mini Auto heeft zeer fraaie koplampen. Zo is hij voorzien van dimlicht in LED, grootlicht in LED en aan de buitenrand van de koplamp is er een LED dagrijverlichting aanwezig die altijd brandt. Hierdoor ben je zowel overdag als in de avond zeer goed zichtbaar. En uiteraard zijn de knipperlichten ook in LED uitgevoerd. Zoals een normale auto is er ook een ruitenwisser aanwezig met sproeiinstallatie. Hierdoor blijft de ruit netjes schoon en droog. Met de meegeleverde sleutel kun je het voertuig op slot doen, maar ook van het slot afhalen. Instappen kan er vanaf twee kanten en de deuren gaan lekker ver open, waardoor je moeiteloos in kunt stappen. De Killer Bee Sunshine Q2 Brommobiel is heel eenvoudig te bedienen. Het is een kwestie van gas geven en remmen. Het voertuig is keyless go, dus dat wil zeggen met één druk op de knop kun je hem starten en is hij rijklaar. Vervolgens draai je aan de standenschakelaar om het voertuig in zijn voorruit of in zijn achterruit te zetten. Wanneer hij in zijn achterruit staat, dan gaat de achteruitrijcamera aan en krijg je precies te zien wat er achter je plaatsvindt. En als we hem weer terug in de drive modus zetten, kunnen we vooruit gaan rijden en dan krijgen we dit beeld te zien. Wanneer we gaan rijden, zal de snelheidsmeter laten zien hoe snel je rijdt. Dat je natuurlijk in de Dave & Drive zit, dat we vooruit gaan. Hij is ready, hij is klaar om te gaan rijden. En ook de accumeter wordt duidelijk weergegeven, zodat je weet hoeveel je nog kunt rijden. En er zit een Bluetooth autoradio in, waarmee je dus je eigen muziek kunt streamen vanaf je telefoon. Je zet hem aan en het is een kwestie van koppelen en afspelen. Net als een normale auto beschikt hij over een rondstuur en dat maakt het heel eenvoudig om te rijden. Naast het stuur zijn er pookjes aanwezig waarmee je de verlichting kunt regelen, de richtingaanwijzers kunt regelen, maar ook de ruitenwisser. En net als een normale auto zijn er ventilatieopeningen aanwezig die je kunt afstellen en het jezelf heel comfortabel kunt maken. Om het je extra comfortabel te maken zijn er ook elektrische ramen aanwezig op deze bromauto. Met één druk op de knop kun je het raam openen of sluiten. Tot slot heb je aan de rechterkant van het dashboard een power outlet van 12 volt zitten. Wanneer het klepje opent verschijnt er een sigarettenaanstekerplug waar je bijvoorbeeld een USB adapter in kunt steken om je telefoon op te laden. Zo kun je bijvoorbeeld ook een TomTom gebruiken in de auto. Mocht je op een helling willen parkeren, dan kun je ook gebruik maken van de handrem. Hierdoor blijft hij netjes staan. Aan de linkerkant van het dashboard bevinden zich vier knoppen. De ventilatie, mistachterlicht, alarmlichten en warme lucht. Hierdoor kun je ook warm en droog de winter in. Onderin bevindt zich een groot opbergvak waar je nog heel veel spullen kwijt kunt. In de deuren vind je nog een flinke opbergruimte terug waar je makkelijk een flesje water bijvoorbeeld in kunt plaatsen. Binnenin is er nog een lampje aanwezig op het dak en wanneer de deuren opent gaat het lampje aan. Dat is natuurlijk heel praktisch. Daarnaast is er nog iets heel praktisch aanwezig, want er is een dakraam en wanneer het warm buiten is, zet je hem eenvoudig open en komt er veel frisse lucht naar binnen. Een van de eye-catchers van deze brommobiel is zijn sportieve stoel. Dit herken je door het geruite patroon wat aanwezig is, maar ook zeker door de opstaande kanten aan de zijkant die zorgen voor extra veel steun. De rugleuning is in principe op dezelfde manier uitgevoerd met ook steun aan de zijkanten. En ook het hoofdsteun heeft zeer sportieve kenmerken. En tot slot is hij afgewerkt met een rood stiksel. En dit benadrukt ook zijn sportiviteit. Rechts op de stoel is er een hendeltje en daar kun je de stoel mee naar voren of naar achter verplaatsen.
Aan de zijkant is er een hendel om de helling van de rugleuning te bepalen en er is ook een gordel aanwezig. Achterin is er een vrij brede achterbank en daar kun je zelfs met twee mensen zitten. Het zit een klein beetje krap, maar het kan wel. Er is een gordel achterin aanwezig, wel voor één persoon. Een rugleuning, die geeft wat steun en er is een raam om het op warme dagen open te zetten, zodat je weer wat ventilatie extra krijgt. En het opladen gaat heel simpel. Je hebt gewoon een normale stekker die in het stopcontact thuis past. Deze stekker gaat achter in de auto en achter het klepje vind je de oplaadaansluiting. Je plugt hem erin en de auto laadt op. Wanneer de accu volledig is opgeladen, dan haal je daar zo'n 60 tot 70 kilometer mee. Een leuk detail is dat dit voertuig standaard met een lithium accupakket wordt geleverd. Dat betekent dat je tussendoor heel makkelijk kunt bijladen en de accu heeft een zeer lange levensduur. De elektromotor is onderhoudsvrij en heeft een vermogen van 2200 watt. Dat is behoorlijk veel voor zo'n kleine auto als deze. Dus dat voorziet je van een hoop power en dat zal er ook voor zorgen dat je moeiteloos een helling op kunt rijden. Zelfs met iemand achterin. Mocht je deze video leuk hebben gevonden, like hem dan gerust. En wil je meer van deze video's terugzien, abonneer dan even op ons kanaal. Wil je meer weten over deze auto, kijk dan even op onze website, want daar hebben we alle opties en mogelijkheden op een rijtje staan voor je. Ook vind je nog veel meer brommobielen en andere mini-auto's bij ons op de site terug. Dankjewel voor het kijken.